Wat heeft het wethouderschap u gebracht? Nou, in de eerste plaats dat ik mijn stad een heel stuk beter heb leren kennen. En ook heb gemerkt hoeveel dynamiek er in deze stad is. Kunstenaars, mensen die muziek maken. Maar ook mensen die zich bijvoorbeeld inzetten bij het wijkplatform Osterkoppelenhoek. Allerlei mensen met sociale dingen die anderen daar weer mee voorthelpen. Zoals de eethoek en zo. Maar ongelooflijk onder de indruk dat ik daar deel van mocht uitmaken. Wat heeft het wethouderschap van de gemeente Almelo voor u als persoon betekend? Het heeft betekend dat ik ontzettend veel mooie, interessante mensen ontmoet heb. Maar ook kennis heb kunnen maken met verenigingen, organisaties, sportverenigingen, kunst, cultuur. Ik meende de stad al te kennen, maar nu ken ik de stad nog veel beter en vooral de mensen die daar actief zijn. Wat heeft het wethouderschap u gebracht? Slapeloze nachten in eerste instantie, maar ook heel veel energie. En die energie kwam niet uit de gemeenteraad of uit het bestuur, maar die kwam vooral uit de stad zelf. Dus heel veel contacten met mensen in de stad, heel veel mooie initiatieven voorbij zien komen. En dat is wel heel mooi, dat is iets heel moois, iets wat eerder verborgen bleek. Werd nu zichtbaar. Dus. In hoeverre heeft de gemeente Almelo van u kunnen profiteren? Nou, ik heb heel veel mooie woorden toegezwaaid gekregen zojuist. En als daar maar de helft van waar is, ben ik al een gelukkig mens. In ieder geval heb ik geprobeerd om een aantal dingen echt een flinke stap verder te helpen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de cultuuragenda, maar we hebben het ook over de binnenstad. En mensen mee laten praten over hoe die eruit moet komen te zien. We zijn natuurlijk, als het over de haven gaat, hebben we heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de grotere schepen binnen kunnen. En daar profiteren we al meteen van als je ziet dat dan zo'n bedrijf als Heilen aanhakt. Dus allemaal van die dingen. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een steen in de rivier die een stukje verder rolt. Ik weet niet wie dat zo mooi zei. Maar in ieder geval heb ik wel het idee dat ik een flinke steen heb kunnen bijdragen. Dank u. Nou, ik hoop dat ik voor Almelo betekend heb dat we in ieder geval de verbinding tot stand gebracht hebben. Maar dat we ook idealen die zij hebben, dat ik daar een stukje aan bij heb kunnen dragen om die te realiseren. En op die manier Almelo een stukje beter achterlaat dan dat ik het aantrof. Terug naar de basis, waar draait het om? Je bent uiteindelijk een overheid voor 72.000 inwoners en ongeveer 4.000 bedrijven. En daar sta je voor en daar ben je mee bezig. En uiteindelijk al het gebeuren rond een gemeentebegroting vind ik dan niet zo interessant. Het gaat erom, wat hebben de mensen in de stad eraan? En dat is me in ieder geval in de discussies vaak wel gelukt. Maar we moeten daar nog stappen in zetten. Out there.
I'm no good plumber. She's down. Stop bringing it down. Stop bringing it down. Stop bringing it down. But I'm gonna bust your brains out now. See how to make you lose your mind. Hoe staat het met de herinrichting van de woonboulevard? Goed, we zijn in gesprek met veel kandidaten. Op dit moment is de verbouwing van Monkey Town begonnen. Het dak is al verhoogd met ik denk een dikke 3,5 meter. En ja, dat is eigenlijk de aanvang van de vernieuwde woonboulevard. De woonboulevard had imagoproblemen. Klopt. Het was wat stoffig, suf. Nu komen allemaal nieuwe, moderne ketens. Monkey Town is natuurlijk sowieso heel modern en jeugdig. Dus dit is het begin van een nieuwe, nieuwe cultuur. Wat is uw functie in dit geheel van de herinrichting? Ik heb een heel klein stukje. En toevallig zit Monkey Town in mijn stukje. We zijn met heel veel kandidaten zoals Decathlon in gesprek. Ik denk dat Decathlon wel de belangrijkste kandidaat gaat worden samen met Monkey Town. En het gaat de goede kant op, denk ik. Ja. En dat merkt u ook al in toegenomen bezoekersstromen? Nou, je merkt dat de mensen positiever. Het is niet zozeer dat het nu drukker is. Maar mensen gaan nu positiever nadenken over de woonboulevard. Van goh, eindelijk is het begonnen. Eindelijk komt de verandering. Eindelijk is de vooruitgang. Dat merk je heel duidelijk. De woonboulevard is één. Maar er is ook nog een binnenstad die te lijden heeft onder het een en ander. Dat klopt, maar dat heeft niks te maken met de woonboulevard. Kijk, zoals een Monkey Town of een Decathlon gaat absoluut niet in de binnenstad. Kijk, en als de woonboulevard goed draait, profiteert daar de binnenstad ook van. En eigenlijk moet je een combi zien. De mensen die naar de woonboulevard gaan, heb je ook een kans dat ze naar de binnenstad gaan. Dus in feite versterken ze elkaar. Exact. Kijk, ik zal nooit het voorbeeld vergeten van Prinatal. Prinatal heeft ooit aangegeven vanuit de binnenstad, wij willen naar de woonboulevard, wij willen ruimte. Dat mocht niet, want er was bescherming van de binnenstad. Nou zegt Prinatal, dan gaan we naar Hengelo toe, want daar mag het wel. En nu zit Prinatal helemaal niet in de Almelo en dat vind ik jammer. Richard, vertel me nou eens, wat doe je nou precies met dat hete water? Nou, dat is het heet een reuner, heel technisch. Het is eigenlijk een sous vide waterbad, waar je de exacte graden van het water op de tiende na graad nauwkeurig kan instellen. Hier doe ik eigenlijk het vlees wat ik eigenlijk voorbereid heb in de keuken, doe ik hier alleen maar opwarmen. In de keuken heb ik de nek van het varken, dat marineer ik voor 2 dagen. En na 2 dagen ga ik hem garen, doe ik sous vide in een vacuümzak en dan gaat het in een grotere reuner als dit en daar gaar ik hem in op
48 uur op 62 graden, dus hele lage temperatuur, waardoor alle sappen en alle eiwitten in het vlees bewaard blijven. En dan na dit garingsproces, dan is het vlees zo gaar en zo mals dat je het uit elkaar kan trekken. Daar komt dan pulled pork eigenlijk vandaan. Pulled pork? Uit elkaar getrokken varken, zeg maar, varkensvlees. En daar doe je sausjes overheen en dergelijke? Er gaat wat zoetzuur van witte kool gaat daar overheen. Wat rucola en zelfgemaakte barbecue saus. Daar hoe zo heb je net als vroeger toen je nog jong was en met uw brommer weer op huis aan ja en niks anders dan lusten. Maar is het lang geleden dat je mij zo heb je en net als vroeger toen je nog wil was en mijn speaker bakst een tek naast haar en niks anders dan lusten en niks anders dan lusten. Zo schier dat ik er zo uit schel van sa. En niks anders dan love sa. En niks anders dan love sa. Oh, Annie, Annie, Annie. Uit de bochten. Uit de bochten ben je vlug. Want die zag je even niet. Oh, Annie, Annie, Annie. Uit de bochten. Uit de bochten ben je vlug. Wat jammer dan nu. Moet ik gewoon antwoord geven op jouw vraag dan? Wat komt er kijken bij het... Het schrijven van een dergelijke literaire thriller? Ja, veel puzzelen. En het is veel uitzoeken en helemaal de geschiedenis in duiken. En kijken wat daar uit te halen valt. Wat voor verhaal zit er achter het verhaal van de Vliegende Hollander? Een eeuwenoude legende. En ik ben gaan kijken, van zit er iets spannends in dat ik het naar het nu... kan trekken. Dat heel groot vel papier bij jou in de woonkamer of in de keuken. En hoe ziet zo'n vel papier eruit? Ja, het zijn allemaal kleine papiertjes. En die leg ik kriskras door elkaar. Het lijkt voor een buitenstaander alsof ik dat in een volstrekt willekeurige volgorde heb neergelegd. Maar voor mij zit er structuur in. En die structuur die heb ik ook nodig als ik dat boek uiteindelijk wil maken. Ik probeer voor mezelf structuur te creëren. En al die lijntjes die moeten bij elkaar kloppen. En die moeten elkaar versterken. En die moeten personages uitdiepen en noem maar op. Dus dat, die structuur is heel belangrijk. Ja. De Vliegende Hollander, het spookschip dat ooit vergaan zou zijn. En zou moeten ronddolen tot het eind der tijden. Daarvan lees je overal terug dat waarschijnlijk gebaseerd is op een VOC-schip dat ooit ergens gezonken is. Maar waar precies, weet niemand. En wat het schip aan boord had, weet ook niemand. Ja, dan gaat bij mij de fantasie al een beetje van, ja, als ik er nou achter kan komen wat er achter dat schip zat. En wat heeft de schrijver van De Vliegende Hollander destijds in het verhaal van De Vliegende Hollander gestopt, zodat wij misschien achter dat geheim kunnen komen. Los van een vaag idee over een derde literaire thriller en een mogelijke dichtbundel, ben je ook al bezig met een klucht en een nieuwe theatervoorstelling. Of tenminste een voorstelling die ook gebaseerd is op taal. Ja, dat klopt. Ja. Ja, een theatervoorstelling met Jan Pietersen en John Slijpen. Dat komt komend najaar, vanaf november komt het een paar maanden in theater. En een klucht inderdaad. Ik probeer het zo te plannen dat zonder wat voor bezwaar dan ook naar Almelo kan komen voor de hoeveelste editie inmiddels? Van de Willem Wilmink gedichten. Dat wordt dan volgens mij de, of ik weet het al zelf niet eens, 22 of 23. Ja, daar maak ik tijd voor vrij.
Kas Kroeskamp, wat is het idee achter deze galerie? Het idee is dat we gezamenlijk eens een keer door de stad heen liepen. En we schilderden al een aantal jaren samen. En toen dachten we bij onszelf, het zou wel mooi zijn om met deze leegstand in Almelo een pand voor gebruik te kunnen doen. En het bijzondere van dit verhaal is eigenlijk dat de eigenaresse hebben we ooit vroeger mee geschilderd. Is helaas overleden. En de nabestaanden hebben ons dit gegund, dat we hier mogen exposeren en mogen schilderen. En dat is het mooie, we doen dit samen. Met wie doe je dit samen? Winnie Lendering. Winnie Lendering schildert hetzelfde als jij? Nee, we hebben min of meer toch wel twee verschillende stijlen. Winnie schildert wat losser en ik zit weer meer in de realiteit, ik wat realistischer. Dus ik zit ook meer in de stillevens en Winnie is meer figuratief. Ja, zo kun je het ongeveer noemen. We gebruiken allebei zowel acryl als olieverf. En wat zal ik er nog meer van zeggen? Wat zijn de reacties van de Almelo's? Nou, over het algemeen zijn de Almelo's een beetje terughoudend. Onze deur staat altijd open. Niets hoeft. Maar kom gewoon eens kijken. Maar de Almelo is terughoudend. Als ze hier binnenkomen, denken ze, er wordt iets van ons verwacht. En dat is helemaal niet zo. De mensen die zich er wel in geïnteresseerd zijn, ja, die vinden het hartstikke mooi. Het is ook een mooie pijpelaar. Je kunt hier veel exposeren. En we kunnen hier allebei schilderen. En zeker met de grote schilderijen zitten we hier zonder meer te schilderen. Ik snap zelf ook niet, want het is hier prachtig mooi binnen. Ik snap zelf niet waarom de mensen niet naar binnen gaan. Misschien dat het punt is. Wij spreken hier mensen. En we zitten hier nu al bijna 4 jaar. Mogen we gebruik maken van dit pand. En dan spreken we nog Almelo's. Die zeggen, wij wisten niet dat dit er was. Dus men rijdt de Oranjestraat door. En ja, men kijkt daar niet verder omheen. Het is misschien een doorgaande straat richting de Bordenstraat. En men kijkt niet links of rechts. Als wij open zijn, hebben wij een bord bij de deur. En daar staat op, kom erin, kun je kunst kieken. Het waterschap De Regge vestigde zich in 1884 in Ambt Almelo. In 1930 werd een nieuw kantoorpand in gebruik genomen aan de Hofkampstraat. Het ontwerp voor dit pand werd gemaakt door de architect H.F. Mertens. De bouw van het nieuwe kantoor werd uitgevoerd door het aannemersbedrijf H.J. Kieboom uit Delden voor een bedrag van 54.300 gulden. Het kantoorpand kreeg enkele voor die tijd moderne voorzieningen, waaronder een telefooncentrale en een centrale verwarming. Op verzoek van het waterschap werd door de gemeente Almelo de Reggestraat aangelegd tussen de Hofkampstraat en de Bornsestraat. Bij het kantoor hoort een dienstwoning bestaande uit een bouwlaag met een asymmetrische steile kap die in 1930 werd gebouwd. De daklijn van het dakoverstek strookt met de goothoogte van de lage kappen van het kantoorgebouw, waardoor de twee gebouwen compositorisch aan elkaar verbonden zijn. Ook in materiaalgebruik en detaillering komt dit huis met het kantoor overeen. Het gebouw was tot augustus 1969 bij het waterschap in gebruik. Tegenwoordig is het een kantoorpand.